cause to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. We staan hier in de Witstraat. Wat we hier voornamelijk zien zijn heel veel kleine cafeetjes, restaurantjes. Zoals je ook wel kan zien. Vrij veel stormenzaken ook. Verder heel veel galerieën, kunst. En alles is ook wel een beetje vernieuwend. Het zijn niet echt standaard, hier komt een standaard cafés, maar allemaal een beetje met een extra cultureel tintje aan. Dus over het algemeen vrij kunstig cultureel gebied in Rotterdam. Hier in de straat zitten heel veel mensen die bijvoorbeeld een galerie bezitten, die bijvoorbeeld heel veel dingen doen in de creatieve sector en heel erg bezig zijn met dat soort dingen. Komen die hier ook langs of zijn die verspreid in de koffiebar hier tegenover of in andere? Nee, die komen hier ook wel, want wij werken bijvoorbeeld ook met superfoods. Ja. En dat is ook wel een beetje wat past bij die doelgroep. Een beetje hipsterachtig. Precies, ja, die zich bezighouden met... met gezond eten ook. Oké, dat merken jullie ook dat jullie daaraan dingen moeten aanpassen naar die doelgroep? Ja, in principe wel. Ja. Okay. En we hebben binnen ook portret hangen van bekende Rotterdammers. En die vervangen wij ook om de 2 maanden. Dus we zijn zelf in principe ook bezig met wat creatieve dingen. Als in die portretten dus. Maar we zitten ook vast aan de fotovakschool. Dus ja, en die komt ook veel binnen. Dat is dus natuurlijk wel heel erg verweven, als ik het zo begrijp. Ja, de straat is echt veranderd. Want 5 jaar geleden was het niet wat het nu is. En je merkt ook bijvoorbeeld, nieuw Rotterdamse café is nu 3 jaar open. En na 3 jaar mag je meedoen aan een bepaalde pool met het beste krantcafé van Nederland. En we stonden al op plaats 73, dus dat doe je überhaupt in de top 100. Dus je merkt gewoon dat de straat heel erg bruist en leeft. En er komt daar een nieuwe zaak erbij en er komt er een hippe friettent erbij. Dus ja, het leeft gewoon heel erg. Het is echt opkomend. Ja, we zijn hier in een kunstgalerie. Ja. Wat is het precies voor een galerie? Wij specialiseren ons een beetje op de outsider art. We zijn kunst gemaakt door mensen of kunstenaars die niet een reguliere kunstvakopleiding hebben genoten. Wat is de reden dat we hier in gevestigd zijn? We zitten hier in het culturele hart van Rotterdam. We zijn Warmans, kunsthals, allemaal welkom. Als je het hebt, ziet je een aantal goede galeries in de Witstraat. En het kunstklimaat is, zeg maar, deze plek al heel erg goed. Nou, we zijn weer hier gezien. En heeft. It has a good location, so it's not so far from Schiedam station, and neither from the rest of Rotterdam. That's one quality of the building. What's your feeling about this area and your creative profession? It's great to work in an office with other creative individuals. It really ranges from like photographers to the workshop. There's lighting design and graphic design downstairs. I think it's really interesting to have like different creative professions in one building. You can learn a lot from the other offices.